Ik zeg, laat die camera maar rollen. Ik babbelde wel. Oké, take 9. De Radboud Universiteit organiseert deze week op 3 verschillende dagen een gratis bodycheck voor studenten en medewerkers. Je kunt je vetpercentage laten opmeten, je spiermassa laten meten en laten kijken of je lijf wel zo gezond is als jij denkt dat het is. En daarom zijn we vandaag in het Radboud UMC, waar we op zoek gaan naar restaurant A, want daar vindt de bodycheck plaats. En mijn telefoon gaat af. Het is Pieter Bas die eigenlijk zou moeten filmen. Je kunt nog wel naar het ziekenhuis komen als je wil. Zullen we toch om 12:30 een keer beginnen ofzo? Nee, we hadden om 11:30 afgesproken, want de bodycheck is vanaf 12. Okay. Ik zie helemaal mensen in blauwe t-shirts. Ik wil een grap over Smurf maken, maar dat is echt iets wat Brandon zou doen, dus dat ga ik niet doen. Step back, it's my style, you're cramping. You here for long, no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. We staan hier met Robin, en Robin is... Sportdocent bij het Radboud Sportcentrum. Hij is vandaag de bodycheck aan het uitvoeren met studenten en medewerkers van de RU. Robin, wordt zo'n check eigenlijk door de zorgverzekeraar vergoed? Nee, maar wij bieden dat als Radboud Sportcentrum aan onze leden en aan mensen die met Radboud te maken hebben. Dus dat doen we eens in zoveel tijd. We willen contact houden, dat is voldoende. Het eerste totaal gericht met die patiënten, dus het staat zo stil mogelijk. En vinden jullie wel eens rare dingen bij zo'n check of hele chockerende... vetgehaltes of zo? Nou, zo nu en dan. Ja, je hebt een hele diverse, we hebben een hele diverse populatie in onze omgeving zitten, maar niet echt chockerend. Zo nu en dan, maar ik denk dat niemand zal verrassen. Nou, ik heb de resultaten van mijn bodycheck terug. Ik ben er eigenlijk best wel tevreden mee. Ik heb maar 4,9 kilo vet en ik mag 1641 calorieën eten per dag zonder te bewegen en dan kom ik niet aan. Dus ik ga hier niet sporten op het tennisveld, maar ik ga gewoon koekjes eten. Dank u wel, God, voor mijn snelle stofwisseling. Jesse, out.